Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft vanmorgen de tweede commissie voor zwaar transport geïnstalleerd. De commissie is een interdepartementale die bestaat uit deskundigen van de verschillende ministeries. De bewindsman heeft de nieuwe commissie op het hart gedrukt niet te lang te wachten met adviezen. Zij moet direct inspelen op de zaken die op het bord van de commissie terechtkomen. Ondanks dat dit de tweede commissie is, heeft Miranda het vertrouwen erin dat zij goed werk zal verzetten. Als we kijken naar de snelheid waarmee de minister de commissie heeft samengesteld en hetgeen hij naar voren gebracht heeft in het voorgesprek, natuurlijk de introductie, dan begrijpt u dus dat... Maar op een gegeven moment is er vanuit de gemeenschap was er meer verwacht wat optredens voor zwaar vervoer aangaat vanwege. En bij mijn aantreden zijn de gegevens door de directeur gegeven van wegen die eigenlijk een levensduur van 20 en 25 jaar hadden en die nu weer op reparatie staan met een nieuw asfaltteringsproject die nu gaat beginnen, is zeer zorgwekkend. Dus bij het verlopen van het termijn van de vorige commissie hebben we direct ervoor gezorgd om deskundigen te zoeken om een nieuwe commissie in te stellen. En gisteren kwam natuurlijk dat toetje op die Weidebosbrug, dus die heeft het nog meer versneld. En we hebben de commissie vandaag geïnstalleerd en hopen komende week al wat adviezen van de commissie te krijgen. Want iedereen is op zijn eigen vakgebied bezig geweest met voorbereidingen treffen, dat we toch wel tot wat besluiten toe komen. En dat is de bedoeling waarom we die commissie vandaag hebben geïnstalleerd. De commissie bestaat uit leden van de ministeries van OWTNC, JUSPOL, HINT, RO, ROGB, LVV en een vertegenwoordiger van de Wegenautoriteit. Volgens de voorzitter van de commissie, Darny Stolk, is de situatie heel nijpend omdat er vaak opmerkingen vanuit de gemeenschap worden gemaakt met betrekking tot het zwaar materieel die op de wegen en de bruggen rijden. Als we kijken naar de snelheid waarmee de minister de commissie heeft samengesteld en... hetgeen hij naar voren gebracht heeft in het voorgesprek, natuurlijk de introductie, dan begrijpt u dus dat we eigenlijk heel snel met advies moeten komen. Maar natuurlijk gaan we niet overhaast te werk gaan omdat het vrij ingrijpende maatregelen zullen zijn. De commissie, we moeten elkaar nog even met elkaar gaan zitten en praten. En belangrijk is dat alle nu eens naar één richting zullen moeten gaan wijzen. Zodra wij werkbare voorstellen hebben, dat die voorstellen zullen worden gepresenteerd aan de minister. Dus het kan binnen een week, binnen twee weken, in elk geval, hij heeft voorgesteld op maandbasis, maar wij willen, indien het mogelijk is, sneller dan een maand met voorstellen komen. Omdat de situatie heel erg nijpend is. Ik denk dat elke Surinamer wel eens een opmerking gemaakt heeft met betrekking tot het zwaar materieel op de openbare weg. De bak van een truck waait in mensen hun ogen, bromfietsers en anderen, tot hele zware houtblokken over de Weidenbosbrug, waarbij je als autobestuurder misschien tussen twee transporten in je weg moet voortzetten. Met alle vrees van wat er kan gebeuren. Dus er is heel veel te doen. Ik wil niet eens praten over het achterland waar onze wegen inderdaad kapot gereden worden. Maar er is veel werk aan de winkel. Darny Stolk, voorzitter van de commissie Zwaar Transport. Dit is de tweede commissie die minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie vanmorgen voor een jaar heeft geïnstalleerd. De interdepartementale commissie bestaat uit deskundigen van diverse ministeries en de Wegenautoriteit.